Ik heb in het afgelopen jaar 15 brieven ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. Dat is best wel veel. Daarmee is de Postcode Loterij afzender nummer 1 van mij in 2021. Nummer 2 staan maandelijkse tijdschriften zoals Villa Media. Wat voor bedrijf is de Nationale Postcode Loterij en waarom blijf ik er steeds brieven van ontvangen? Kijk, in de tijd van e-mail valt spamnummer weg te denken. En vergeleken bij mijn mailbox valt de last van een postcode loterij ook best wel mee. Maar toch vind ik het nog best wel veel post. Dat vond ik iets meer dan een jaar geleden ook al, in 2020. Dus heb ik besloten om een jaar lang alle brieven van de postcode loterij te verzamelen. Laat ik beginnen met het feit dat het eigenlijk 14 brieven van de Nationale Postcode Loterij zijn. Eén brief komt al aan een vriendenloterij. Als je dit kijkt en je denkt, maar Lubach heeft gewoon een uitzending gemaakt hierover. Dan ben je niet de enige. Het gaat om een uitzending uit 2019 over de Nationale Loterijen. Dit zijn loterijen zoals de Staatsloterij, de Toto en Krasloten. De Nationale Postcode Loterij valt onder een ander bedrijf. En dat zit heel anders in elkaar. Even een snelle uiteenzetting. Je hebt de Nationale Postcode Loterij. Dat is deel van een bedrijf, holding, Nationale Goede Doelen Loterijen, NV. Dat betekent naamloos vennootschap, voor ons simpelweg dat de aandeelhouders anoniem blijven. Hieronder vallen ook de Bank Giro Loterij en de Vriendenloterij. Dat is waarom Robert en Brink hier ook mag zijn. De holding Nationale Goede Doelen Loterijen valt dan ook weer onder een stichting. De Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen. Alle drie de loterijen zijn dan ook weer onderdeel van een groter internationaal bedrijf, Nova Media. Deze organiseren ook een vorm van de Nationale Postcode Loterij in Zweden, Engeland, Duitsland en Noorwegen. Daarnaast zijn ze ook eigenaar van boekhandel Scheltema in Amsterdam. Een beetje een apart feitje. Verschillende nationale loterijen in verschillende landen en dan ook nog eens een boekhandel in Amsterdam. Hey, Maxime uit de toekomst hier. Ik heb even opgezocht en blijkbaar heeft Nova Media Scheltema opgekocht uit een faillissement. Het zat onder een Belgisch bedrijf, Polare, dat failliet ging. Nova Media heeft Scheltema opgekocht, heeft Harold Zwaal als directeur benoemd en de handel weer herpakt. Maar ja, terug naar de Nationale Postcode Loterij. De Nationale Postcode Loterij roemt zich om het steunen van verschillende goede doelen, zoals ook terug te zien is in de bedrijfsnaam. In 2020 hebben ze, om precies te zijn, 347.111.838 euro gedoneerd aan goede doelen. Dat is best wel veel. Een nobel streven. Maar aan de andere kant voelt het ook wel een beetje alsof je gokken wilt verbloemen door goede doelen eraan vast te plakken. Daarnaast is het systeem dat Postcode Loterij hanteert, dat iedereen eigenlijk meedoet met je postcode en pas wint als je geld aan ze geeft, discutabel. Het geeft mensen een beetje een onterecht gevoel dat ze mee moeten doen, want hun postcode is sowieso een lot in de loterij. Het is een beetje alsof mensen een lot krijgen, maar pas als ze geld uitgeven, dan kunnen ze een kans maken om iets terug te winnen. Een beetje zoals de post die ze me sturen. Daarover gesproken, ik heb toch een nee-nee-sticker op mijn brievenbus? Volgens mij een nee-nee-sticker, toch? Yep. Hoe komt er dan nog steeds zoveel reclame binnen? Dat komt omdat de post van de postcode loterij valt onder geadresseerde reclame. Kenmerkend zijn de aandeelbewoners van brieven. Ondanks de absentie van mijn naam, toch wel aan mij geadresseerd. Blijkbaar. En daarom ontwijkt het een nee-nee-sticker op mijn brievenbus. Nee-nee. Heb je geen zin meer in de post van de postcode loterij? Kan jij het gezicht van Gaston ook niet meer uitstaan? Ik ken Gaston eigenlijk helemaal niet van iets anders dan de postcode loterij. Dus dat is een beetje een soort van rare mascotte van ze voor mij. Hey. Hier weer Maxime met de toekomst. Ik heb het even opgezocht, maar Gaston is groot geworden als publieksopwarmer en voice-over stem bij verschillende RTL-programma's. Daarna is hij prijzen gaan uitreiken bij verschillende loterijen, waaronder de Nationale Postcode Loterij. En blijkbaar kan je hem ook boeken als DJ. Maar ja, dan kan je dat regelen via het postfilter. Link in de comments. Een hele begrijpelijke keuze, want de holding achter de Nationale Postcode Loterij wil hetzelfde. Stop dan ook eens met versturen. Al bij al heeft de Nationale Postcode Loterij een goede naam bij goede doelen. Maar de manier waarop ze werken valt een beetje tegen. Als je mee wilt doen, doe dat vooral. Maar maak geen lot van mijn straat. Laat die keuze aan de mensen zelf over. Mensen zoals Koning Toto. Hartelijk dank voor het kijken. Dit is even snel een korte video over de hoeveelheid post die ik heb gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Er komen meer video's aan. Ik ben druk bezig met iets over de Europese Unie op het moment. En ik hoop dit jaar nog veel meer video's te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Even wat koffie, want koffie smaakt goed. Behalve wanneer het koud is.